Hallo, ik ben Caro. Ik ben de oprichter van Tropas en ontwerper. Tropas is een schoenenmerk, een Belgisch schoenenmerk. Tropas is ook betekent ook iets op zich. Het is de samentrekking tussen tropical en passion. En tropical is eigenlijk waar ik mijn inspiratie vind, qua kleuren, qua ontwerpen. En passion is de passie, of noem het gerust koppigheid, waarmee ik dit doe. Ik ben ook vandaag volledig in Belgische merken, lokale, faire, eerlijke merken gekleed, tot op mijn ondergoedna, maar dat ga ik nu niet laten zien. Deze top bijvoorbeeld is van Studio Ama, van Soraya, die naast mij zit. En die is ook heel toevallig in de kleuren van Tropas. Hallo, ik ben Soraya van Studio Ama. Ik ben met Studio Ama gestart omdat ik ben van opleiding ontwerper en ik heb niet helemaal mijn weg gevonden in de mode-industrie. En op een bepaald moment was de moment daar om zelf iets te gaan doen. Ik heb Studio Ama bedacht in het idee dat ik zo eerlijk mogelijke mode wil maken, ethische mode. Ook omdat ik dat zelf niet vond en ook door de ervaring dat ik had, dat ik heb als ontwerper in verschillende bedrijven, maar ook in textielindustrie, zowel high-end als massaproductie, bedacht ik mij dat het anders kan, mag en vooral ook heel erg nodig is. Vandaar de goesting om zo goed mogelijke mode te maken. En ik denk de reden waarom dat Caro en ik vandaag hier naast elkaar zitten om daarover te vertellen, gaat erom dat komt door het feit dat als ik Tropas ontdekte, dat ik dacht van, die doet eigenlijk ongeveer hetzelfde van mij, maar dan in de schoenen. Ik weet niets van schoenen, ik zit helemaal in kledij. En het was na een pitch dat ik Caro heb aangesproken. En vanaf dat moment zijn we toch wel regelmatig contact blijven houden. Onze collecties zijn opgebouwd uit materialen die bedoeld zijn om, die eigenlijk geen bedoeling meer hadden, die geen doel meer kenden. Afval eigenlijk, bij mij is dat industrieel textielafval. Afval van textielproducenten, stalen, dus testen eigenlijk, of dingen die net niet voor hun klanten geschikt zijn. Bij mij is dat eigenlijk postconsumentenafval. Dus ik werk op basis van kledij die al gemaakt is, die gedragen geweest is, maar waarvan de textiel nog in goede kwaliteit is. Dus heel concreet werk ik vooral met jeansbroeken, die mensen gewoon overvloedig hebben, want we hebben gewoon in het Westen gewoon heel veel, veel te veel kledij. We doen dat weg naar de kringwinkel. We denken dat we daarmee iets goed doen. En dat is ook een deel iets goed, maar de kringwinkels krijgen zoveel kledij binnen dat ze daar eigenlijk gewoon geen blijf mee weten. Ze kunnen dat niet allemaal verkopen. Dus een deel van die kledij wordt naar derde wereldlanden geëxporteerd, waar we dan eigenlijk de lokale markt kapot maken voor lokale ontwerpers. En een ander deel wordt in het beste geval fijn gemalen en als isolatiemateriaal gebruikt in gebouwen. En ofwel wordt het gewoon verbrand. En dat mag niet in België, maar dan wordt dat geëxporteerd naar landen waar het wel nog mag. Zelf al toen ik studeerde, gebruikte ik resten van textielfabrikanten. Mm-hmm. En door mijn Studio Ama opnieuw te starten, ben ik daar naar teruggegaan. Mm-hmm. Eigenlijk gaan starten van hetgeen er is, materiaal mm-hmm. al bestaat. Ik wou niet naar Première Vision, naar van die stoffenbeurzen mm-hmm. gaan om stoffen te gaan kiezen die dan speciaal moeten worden geproduceerd. Ik weet hoe dat heel die stroom werkt. Ik weet eigenlijk vooral dat je heel veel niet weet. Een heel grote problematiek in de mode-industrie is het gebrek aan transparantie. Mm-hmm. Wij weten amper van waar onze kleren vandaan komen. Dat land dat bijvoorbeeld in die etiketjes staat op je kleren, dat is gewoon het land die de laatste touche heeft gedaan aan dat kledij en aan dat kledingstuk. En dat kan evengoed gewoon een klein borduursel zijn of zelf gewoon een labeltje. Werken met hetgeen er is, mm-hmm. is een vrij belangrijke. En daarnaast werken met hetgeen er is, dat circulaire. Maar hoe kun je dan nog een keer zo goed mogelijke kledij of schoenen maken? Dus ook kijken naar wat is er mogelijk lokaal. Omdat je gewoon, als je lokaal daar bent, ziet je wat er aan het gebeuren is. Wel, en dat helpt uw transparantie. Zowel jij Absoluut. Als ik kunnen onze handen in het vuur steken dat er geen bloed, geen tranen, geen kinderarbeid, geen uitbuiting is in onze productie.
omdat we gewoon weten wie het maakt en in welke omstandigheden. En dan ook, als het dan gaat over die arbeidsomstandigheden, we zitten dan wel met een circulaire bron, maar hoe maak je dan van die materialen, kledij? Ook daar ben ik gaan kijken, wat is hier? Mm-hmm. Ook jij, weet ik ondertussen. En dan die sociale component daar eigenlijk aan toevoegen. Je zoekt naar wat er direct in je omgeving aanwezig is, zowel naar materialen, maar ook naar werkkrachten. En voor mij is dan het dichtstbijzijnde Spanje. Plus, ja, je moet ook een fabrikant vinden die, en voor u is dat ook zo, een atelier of een productieplaats, die maakt wat jij wilt, die u verstaat, die bereid is om kleine oplages te maken, die ook de stijl maakt die jij wilt, die te vertrouwen is. Want ook dat in deze korte keten, wat wij zo belangrijk vinden, is dat we onze partners kennen bij naam en toenaam en dat ze ook te vertrouwen zijn, dat we een goede band opbouwen. Ook daar een duurzame band gewoon. En dat is een hele uitdaging, denk ik, als je met innovatieve dingen bezig bent. Je stelt nieuwe vragen. Je stelt nieuwe vragen naar methodologieën, maar ook naar producten, ook naar van alles en nog wat. En dat is wel echt, als je duurzaam gaat ondernemen in de mode en heel die geëikte standaarden gaat willen heruitvinden, dat is echt iets, dat is een mega uitdaging. Maar het zijn ook wel net, voel ik dan, wij die dan een soort tonen wat dan ook mogelijk is. Mm-hmm. En daarmee hopelijk ook andere bedrijven op grotere schaal gaan inspireren en ook tonen dat het kan. Je gaat niet instappen in het klassieke retailsysteem. Want dat past gewoon niet bij wat jij biedt, bij je product, bij de manier waarop het gemaakt wordt. Ja, wat dat dan voor mij in die lokale, eerlijk gemaakte producten vrij belangrijk is, is mijn partnerschappen met maatwerkbedrijven. Caro heeft ook een sociale economiebedrijf als partner. In confectie, in kleren maken, in schoenen maken, zijn er eigenlijk twee stappen. En het eerste is het snijden, dus dat je de vormen van de kleren snijdt. En het tweede is de assemblage, dus de verschillende patroondelen dan aan elkaar stikken. Bij mij gebeurt dat beiden in Eke Nazareth bij Zonnehoeve, is een maatwerkbedrijf. Heel vlakbij Gent eigenlijk. En zij maken tot op vandaag de hele collectie. En ik vind dat heel belangrijk om dan ik ga niet bij die niche confectiebedrijven die zich helemaal hebben gespecialiseerd ter concurrentie naar de lage loonlanden, maar naar ateliers waar dat confectietechnieken, naaitechnieken net nieuw zijn. En op die manier probeer ik ook dat soort kennis en kunde hier terug te verstevigen. Het feit dat ik werk met ateliers die normaal gezien geen kleren maken. Mm-hmm. Dus elk ontwerp komt ook tot stand in overleg. Dat wij ook gaan kijken naar welke technieken zijn er in huis. Wat is er tot op vandaag gemaakt in die ateliers. En dat we dan die techniekenbibliotheek gaan gebruiken bij nieuwe ontwerpen. En doordat we dat zo persoonlijk aanpakken, ook met onze partners, zijn die ook echt trots dat ze partners zijn. En die zijn bijna even enthousiast over het label of over de producten als wij zelf. En dat is ook superleuk. Ik heb dat ook gezien toen dat we hier open atelier hadden. De mensen die in het maatwerkbedrijf werken voor Soraya, die waren echt super trots van, kijk, ik heb dat gemaakt. En dat is gewoon zalig, dat je dat kunt geven. En eigenlijk is die vorm van connectie of eigenaarschap van dat verhaal, denk ik dat ook naar meer fierheid leidt. En hoe dat je kleren draagt, bijvoorbeeld jij die dan beschrijft van, er is een top van Studio Ama en dat is van handdoekenstof en dat is hier geweven, maar dat is ook hier geknipt en gestikt. Mm-hmm. Zo, hoe meer verhaal dat er aan kledij vasthangt, hoe beter dat je daarvoor gaat zorg dragen. En ook een heel groot deel van duurzaamheid zit bij degene die het draagt. Als we iets amper dragen, slecht onderhouden of niet wassen en onmiddellijk weggooien, zelf al is dat gemaakt van materiaal dat geen bestemming meer had in heel goede omstandigheden, dat is geen duurzaamheid. Dus het is echt zo, door dat verhaal, die transparantie ook mee te geven, dat je dan hoopt van, oké. Ja, maar dat is echt waar. Je voelt je heel hard betrokken. Eigenlijk, ik ben dit, ik voel me heel hard betrokken bij dat kledingstuk. En ik draag dat ook heel graag. Ja. En dat is plezant. En dat hoopt je ook, dat je mensen eigenlijk blij maakt met je producten. De meeste producten die op de markt zijn, of dat dan nu over kledij gaat, of telefoons, of whatever, zijn niet gemaakt vanuit het idee om
uit elkaar gehaald te kunnen worden of hersteld te kunnen worden of whatever. Dus die zijn gemaakt om gewoon een bepaalde tijd mee te gaan en dan gedumpt te worden. En dat vind ik ook onze verantwoordelijkheid, om in de ontwerpfase al na te denken van, ja maar ho, als die schoenen ooit gaan afgedragen zijn, of iemand wil die niet meer, waar gaan die dan eindigen? En als ik daar niet over nadenk, dan eindigen die gewoon op de afvalberg. Want schoenen zijn groot huisvuil. Want dat is volledig verlijmd. Dat heeft geen zin om dat uiteen te halen. Dus dat belandt gewoon op de afvalberg. En dat vind ik superbelangrijk. En dat vind ik mijn verantwoordelijkheid als ondernemer. Als iemand die nieuwe producten op de markt brengt. Om niet alleen te zorgen dat die producten gemaakt zijn van afval en in juiste omstandigheden gemaakt zijn, maar ook dat die op hun beurt niet tot afval kunnen zorgen. I mean, always actually the part paying price is worker. Because the worker is... Ik was uitgegroeid tot wat ik vandaag doe, namelijk ecotours.